Vandaag zijn we op bezoek bij Galerie Pictura in Aaien, waar schilderijen van Huub Polle uit Reuver te bewonderen zijn. Huub Polle omschrijft zijn werk als hedendaags realisme. Zijn stillevens zijn inderdaad verbluffend realistisch, met dezelfde perfectie als bij de 17e en de 18e eeuwse stillevensschilders. De liefde voor het detail straalt van zijn schilderijen. Rust en schijnbare eenvoud, tijdloze kunst in een rusteloos tijdperk. Hij is vooral geïnspireerd door de 17e en de 18e eeuwse stillevensschilders, maar ook door de hedendaagse Nederlandse kunstenaars. Zijn techniek is gebaseerd op de klassieke manier. Kennis van het te gebruiken materiaal is voor hem heel belangrijk. Schilderen was vroeger vooral een ambacht, dat je met veel oefening je eigen moest maken, en dat is voor hem nog steeds. Niet snel en gedreven, maar rustig en gedegen. Hij besteedt veel aandacht aan het bepalen van de compositie en de materialen. De lichtval bestudeert hij vooraf grondig, want dat spel van licht en donker geeft karakter aan zijn schilderijen. Pas als dat allemaal klopt, kan hij het doek opzetten. Bijna dagelijks is hij eens atelier te vinden, zelfs in de weekenden, voor zover het mogelijk is. Alleen met zijn schildersattributen en de geur van olieverf en terpentijn. Te zien tot en met 22 februari.